Wie is de mol? 2024, Anna Gimbrere in finale, maar is zij de mol? Anna Gimbrere, de gerenommeerde wetenschapsjournalist, staat op het punt om geschiedenis te schrijven in de finale van het populaire tv-programma Wie is de mol? van 2024. Haar naam prijkt bovenaan vele verdachte lijstjes en haar recente optreden bij Rensen heeft de speculaties alleen maar aangewakkerd. Bij haar verschijning in de talkshow gaf Anna slechts cryptische hints over haar mogelijke rol als de mol. Op de vraag of zij de mol is, antwoordde ze enkel met een mysterieuze misschien. Echter, haar opmerking over de mogelijke boete die zij zou riskeren bij het onthullen van de mol suggereert dat ze meer weet dan ze laat blijken. De boete, naar verluid richting de twee ton, is geen kleinigheid. Anna bekende zelfs dat ze al enkele kleine regels van het spel heeft overtreden, zoals het onthullen van haar deelname aan enkele vertrouwelingen. Hoewel de identiteit van deze vertrouwenspersonen niet duidelijk is, lijkt het waarschijnlijk dat haar partner, Presentator Herman van der Zand als een van de eerste op de hoogte was. Terwijl wie is de mol, bekend staat om zijn spannende intriges en mysterieuze wendingen, benadrukken insiders dat deelname vooral draait om de eer en niet om het financiële aspect. De recente eliminatie van Kees van der Spek, die hoog op vele verdachte lijstjes stond, heeft de spanning verder opgevoerd en de vraag wie de mol werkelijk is, blijft het gesprek van de dag.